Pieter komt eigenlijk nog fluiten, al zei hij het zelf. Maar na 2 jaar wilde hij wel eens wat anders proberen. Hij hield erg van swingen, van die lekkere big band muziek. En Pieter wilde een instrument dat lekker hard kon gaan. Een trombone, of zo'n grote bas, of wie weet, misschien wel een stoere saxofoon. Of, als de buren het goed vinden, misschien wel een drumstel. Of een bugel. En toen was er een probleem. Want Pieter